mensen, mijn naam is Daan, oftewel Rotjoch, en welkom weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal van Rotjoch. En we spelen dit keer map van een kijker. En het is een hele lange tijd geleden dat ik het ooit gedaan had, deze serie op mijn kanaal. En ja, ik vond het hartstikke leuk om te doen. Ik had gekeken bij Don en ik heb toch gekeken bij Vakonov. En ik vond het hartstikke leuk dat kijkers zoveel creativiteit hebben geplaatst in hun map van hun kijkers. En dat vond ik zo gaaf dat ik het ook wilde doen. En ja, dus het is niet mijn concept. Ik heb het gewoon dikke vette Jatarino gedaan. Van hey, Don, ik vind het heel cool. En Larsje vindt het heel cool. En op een gegeven moment doet iedereen het. Daan doet het nu. En Blink doet het nu. Iedereen doet het nu gewoon. Zelfs Joost doet het ook. Iedereen doet het. Ik dacht van nou, ik ga het ook doen. Dat mijn kijkers mij een leuk cadeautje kunnen sturen met een leuke map. Die ik voor jullie ga spelen. En dan gaan we beginnen. De allereerste map is van Sven Wielenga. En Sven Wielenga heeft deze e-mail gestuurd. Dit stond er allemaal in. Awesome. Zo hoort het inderdaad. Hartstikke netjes gewoon. Hoop veel plezier. Super tof. We gaan gewoon lekker beginnen met jouw map, Sven. Let's fucking do this. We zitten nu in jouw map. En het staat hier heel simpel. Een heel groot bord met allemaal dingetjes erop. Dus daar gaan we dan. Er staat welkom. Nou, dat is welkom. Hey Dylan, bedankt dat je mijn map speelt. Veel plezier. Dank je, zou ik zeker hebben, hoop ik. De map bestaat uit verschillende onderdelen. Welkom. Awesome. Oké, de onderdelen zijn kleurendolhof, lavendolhof. Oh man, twee dolhoven. Quiz, 2 vragen. Monstergevecht, houten parcours, lavendolhof, lavaparcours. In zandgraven voor hendels. Oh, speedrun, einde. Wow. Regels, begin op peaceful. Oké, peaceful. Geen blokken breken, behalve zand. Zo min mogelijk cheaten. Begin in game mode 0. Dat ken ik. En als het nacht is, typ dat thuis uit 0. Dat ken ik ook. Moet ik even dit doen. Zo. Open to LAN. Allow cheats on. Let's go. Gemaakt door Sven. Gemaakt voor Rotjoch. Check de achterkant van deze muur. Ik ga even kijken. Oh, chesten. Ah, kijk. Dat is het dus. Glas heb ik al gekregen. Kijk. En die chest kan ik 1 chest niet in. Dus deze chest. Oh jawel, kan ik wel in. Oké. Dus ik krijg full iron chest. Full iron van hem. Om te beginnen. Dus dat, dankjewel. Dankjewel broeder, Sven, we gaan het doen. Begin. Oké. Volg gewoon het pad. Dit is mijn eerste map die ik maak, dus ik heb geen spawnpot. Dit is mijn eerste map die ik maak, dus mijn spawnpot dus. Oké, dubbel. Soms een stukje lopen. Oké, maar niet uit Sven, het is allemaal goed. Ik vind het heel leuk dat je in ieder geval een map gestuurd hebt. We gaan eens even kijken. Hey, knop. Wow, oké, we vallen. Dolhof. Ah man, ik vind Dolhof het meest verschrikkelijke er is. Wel leuk. Pad blauw, pad geel en rood. Rood. Ik denk als de kijker is, misschien rood volgen maar gewoon. Want ik ben de Red Light District, dus we gaan kijken of hij dat rood gedaan heeft en dat het gewoon leuk is. We gaan kijken. Groen, helaas, ander pad. Ah, gedist. Oké, we gaan gewoon terug en hopelijk gaan we het vinden in een ander pad. Hier naartoe dan misschien, hallo? Ja? Ja? Nee. Ja? Ja? Nee? Ja? Oh man, het is best wel een groot dolhof ook. Eens even zoeken of rood wel het goede pad is überhaupt. Ja! Oh, kut! Ik dacht even yes. Maar nee, helaas ander pad. Ah man! Oké, dus is helemaal geen rood dus, denk ik. Want ik kwam net, zie ik hierachter, dat hier ook dit punt was. Nee, wat? Hier, links, rechts, over, onder. Ah man, Sven! Leuk, een dolhof. Genieten! Geel ben ik weer. Oké, ik ben weer geel hier. Nou, wat? Geel dan maar. We gaan geel, paars maar. Weet je wat? We gaan paars volgen. We gaan paars. Dit loopt dood. Weer iets anders. Oké, paars is het dus niet. Het is dus geel en rood. Dan ga ik wel geel in. Ik heb geel nog niet gehad, dus we gaan geel checken. Geel in rood. Geel, hallo geel. Ben jij hier? Helaas een ander pad. Wat? Het is wel rood. What the actual dukkefuck. Oké. Misschien was het wel een troll. Nee, we gaan nog 1 keer rood checken voor de zekerheid. En anders weet ik het ook niet meer. We gaan even zoeken. Kom op. We can do this. Hallo, zit hier een pad naar het goede pad. Want ik wil deze hebben. Waarom is deze groen? Maar dat is verkeerd. Man, ik weet het niet. Ik ben verdwaald. Dwaald. Waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Oeh. Dit is het verdwaald lied van Rotjoch. En ik heb een heel apart gevoel. Want ik weet niet waar ik heen moet. Want ik ben weer verdwaald. Verdwaald. Ah, man, ik weet niet waar ik heen moet. Oké, fuck. Ik ben echt verdwaald gewoon. Het is een moeilijkere doolhof dan ik dacht. Paars staat helaas dood einde. Maar misschien alleen dat stukje, weet je wel. We gaan gewoon even checken met paars. Want ik vertrouw het niet helemaal. We gaan terug. Geel liep dood. Paars. Hier staat helaas dood. Weer iets anders. Oké, dit is echt... Hier, zie je? Grapje! Ik wist dat, joh! Ik wist het gewoon dat het troll was. Ik wist het. Leuk gedaan, Sven. Grapje. Jippie, goed zo. Het juiste pad. Dankjewel, Sven. Awesome. Oké, we gaan door naar het volgende. Ah, leuk padje. Heel simpel. Nu komt er een lavaparcours. Oké, alles wat dubbel. Dus succes. Oh my god. Holy shit. Oké, ik mag niet tegen die rand aankomen, jongens. Oh, dit is een parcours. Het is een dolhof. Het is een lavadolhof. Denk dat je goed zit? Nah, dus niet. Maar waarom troll je me nou, Sven? Ah, nee! Au! Heet, 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 heet. Ah, nee! Heet, 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 heet. Verkeerd pad. No! Sven, wat doe je me aan? Oké, hier naartoe. Oké, we gaan hier naartoe. Hierin, hier naar binnen. Ja, oké, dat gaat de goede kant op. Joppie, toppie, toppie. Ik vind het wel vet. Dit vind ik leuk gemaakt, jongen. Dit is Sven, als je het ziet. Ik denk het wel. Super tof. Mooi is een lang pad, maar is de juiste. Ja. Ja, dat is de juiste. Ik denk dat je me weer wat trollen om het terug te laten keren. Gaan we niet doen. Ik geloof het niet meer. Hé, hey, de muur. Dat is vertrouwd. Jippie, je hebt het gehaald. Dankjewel. Awesome. Dat was hem weer. Ik vond het leuk gemaakt. Om te blussen, om te blussen. Chill, dankjewel. Ik mag mezelf blussen in een koud bad. Chill. Door naar de volgende kamer. Lift. Hou spatie ingedrukt. Oké, top. Wauw. Leuk gemaakt dit ook. De lift, ik ken het wel. Ik heb het wel eens gebruikt in een van mijn eigen survival series ooit. Zo'n lift. Dus dat was heel lang geleden. Dat was ongeveer 1,5 jaar geleden dat ik deze serie toen had gedaan. Dat was toen Minecraft Survival. Een van de eerste die ik deed. En die ik ook lang volhield. Maar op een gegeven moment was het gewoon een beetje dood survival. Want survival is gewoon... Ja, het is gewoon zo standaard, weet je wel. Tenzij je een mod erin doet. Maar dat ga ik misschien nog ooit een keer doen. Draaien om. Oké. Oh. Oké. Ik zag daar wat staan. Quiz. Oké, ik vind het leuk. Het is een grote map. Sven, ik vind het nu al cool. Er zijn twee kamers gehad. Ik vind het allebei leuk. En het is groot. Dus dat is leuk. Let op. Cheesten gaat met golden apples. Tip. Cheesten met golden apples. Oké. Ga als checkpoint even slapen. Time. Zet dat ding uit. Time. Zet 13. Kijk, dit is leuk. Hij zet tenminste de dingen hoe het moet doen. Ga ik even slaapje doen. Chill. Checkpoint nummer 1. Heb ik gehaald. Yo. En we gaan er weer doorheen. Door wie is deze map gemaakt? Minecraft Beginning, Lars Bulters of Sven Wielenga. Sven Wielenga. Oh. Het was toch door Sven. Het was toch door Sven. En water. Heel goed. Goed zo. Vraag 1 was goed. Dankjewel. Voor wie is deze map gemaakt? Voor Game Meneer, voor Kwebbelkop, voor Rotjoch. Nou... Ik denk Rotjoch. Anders is die misschien voor Kwebbelkop gemaakt. En dan ben ik gewoon fucked. Ja! Dankjewel. Jippie. Vraag 2 ook goed. Waren 2 makkelijke vragen. Nu een monstergevecht. Pak als eerst je wapen. Zet daar nou ook je instelling op. Easy, medium of hard. Oké. Easy, medium of hard. Mijn wapen pakken. Oké, zwaard. Tik. Oké, zet de instelling op easy, medium of hard. Weet je wat? Zullen we het gewoon op hard doen? Ja, ik vind het wel. Oké, en nu? Ben je klaar voor? Uit de dispenser buttons. Je hebt maar eentje nodig. Oké. Oh nee! Het was een troll! Het was een troll! Het is een troll! Hij zegt, ik leg je de button uit en ben je klaar voor. Maar ik ben er klaar voor. Ik ben er helemaal klaar voor. Easy peasy lemon squeezy. Tak! Oh, ik snap wat de bedoeling is. Ah, check. Er blijven monsters uitkomen af en toe. En dan af en toe komen er hier gewoon één keer komt hier een button uit. Dus dat is de bedoeling. Oké, chill. Oké, ik heb alleen eten nodig. Ah, gedood. Stomme koerwatje. Oh man, dat zijn er steeds meer. Oh, het zijn er steeds meer, want... Oh ja, oké, ik snap het al. Ze landen steeds op dat ding. Lekker in de fik, jongens. Lekker branden met z'n allen. Hatseflatsie. Komt u maar, komt u maar. Links, rechts. Juken. Auw, mis. Hoppa. Ik ga je doodmaken. Oh, lekker. En de laatste die ik moet killen, dat ben jij dan. Oké, verzeld door het vuur. Oké, nice, jongens. Dit was een goeie. Dit is een leuke. Kan ik nog door? Kan ik... Oh, ik heb al 3 buttons. Oké, dat was wat ik nodig had. Een button. Dus die heb ik. Boom. Oké, moet ik wel doorlopen. Yes. Nice. Leuke kamer weer, Sven. Leuk. Nu mag je weer naar Peaceful. Oké. Dan doen we dat. Peaceful. Mooi. Al die beesten heeft hij weg. Wow, ik heb hoeveel tortje erbij geplaatst. Oké, je mag weer naar Peaceful. Nu mag je weer naar Peaceful. Dan mag je weer naar Peaceful. Oké, 3 keer. Ja, ik was vergeten dat alles dubbel. Maar leuk. Oké, ik doe tripwire. Waarom? Lift. Oké, lift. Nou, ik ga lekker op de lift. Ik heb een diamond shovel gekregen. Oh, dat komt door die tripwire natuurlijk. En was die met zand, zei hij. Dan moet ik gaan scheppen. Dus ik ga even checken. Volgens mij is dat nu. Nou, we gaan checken. Lekker omhoog. Lekker rustig aan. Lekker in survival. Want dat wordt me verteld. En dan gaan we. Nu komt er een jump parcours. Easy. Start. Oh man, het is een vet grote map. Ik vind het echt leuk. Springen en perro dichtklappen. Ja, dat weet ik. Dit is leuk. Dit ken ik. Hoppa. Ja. Hotse flats. Hatsiflatsie. En... Hup. Ik had hem door. Mooi. Hoppakee, goed bezig. Checkpoint. Ah, leuk. Dit is een checkpointje. Nog een klein stukje doorlopen en dan ben je er. Oké. Dit is easy. Goed zo, je hebt het gehaald. Ja, die was niet zo heel moeilijk. Nee, je zei ook easy, dus klopt. Draai je om. Ik draai hem om. Onder is je volgende onderdeel lavadolhof. Wat? Lavadolhof? Alweer? Wacht, ik kan ik alvast spieken? Je kan spieken. Kan je helpen? Ah, ik zei nog, je kan spieken. Ik kan spieken. Ik ga kijken. Ik ga gewoon spieken. Wacht, waar kom ik erin? Ik kom er... Als het goed is, als ik hier... Dan moet ik naar beneden vallen, dus ik kom er daarin. Hier naartoe. Oh, fuck it, duck. Waar is de uitgang? Dat is eigenlijk hetgeen wat ik wil zoeken. De uitgang. Waar zou het zijn? Want het is... Ik weet niet waar de uitgang is. Ik kan niet spieken. Ik kan niet spieken. Ik kan niet spieken. Het komt een muur, zit iets tussendoor. Fuck it, duck. Dat is in ieder geval niet. Dus niet naar links. Niet naar midden. Ik ga denk ik een beetje rechtsaf moeten. Ik denk dat ik ga gewoon. Ik ga gewoon. YOLO, water. Polo. Oké, we gaan checken wat hier zit. Ah, een golden apple. Een notch appeltje. Nou, dan gaan we, jongen. Dan gaan we weer. Ah! Ah! Ik heb toch een notch apple, dus ik heb fire resistance. Yeah, ik heb fire resistance door die notch apple nog steeds. Verkeerd pad, oké. Aha. Verkeerd pad. Oké, dit had ik al door. Auw, heet. Kietel, kietel. Heet. Heet. Verkeerd pad. Ik snap het. Oh man, ik haat Dolhoven. Ik ook gewoon zwemmen. Jippie, goed zo. Ja, ik vind het fikt. Goed zo, ga door. Nice. Was het dorp lastig en heb je gecheat? Ik heb niet gecheat. Jij hebt mezelf een golden apple gegeven. Een notch apple. Zelfs, dus dat is mooi. Hoe vind je het tot nu toe? Leuk of niet zo? Ik vind hem heel erg tof, Sven. Jongens, dit zijn leuke maps. Lekker veel te doen ook in deze map. Awesome, weet je. Een beetje uitdaging. Een beetje leuke dingen. Rechts. Oké, hier zit een random farm. Maar rechts. Rechts. Awesome. Dit is leuk aangegeven allemaal. En jump parcours. En start. Oké, nu mag je in creative gaan. Game mode 1. 1, zeg ik. Oh, je moet echt uittypen. Game mode 1. Oké, game mode 1. Succes. De platen activeren. En blokken. Oh. Oh! Ik snap het. Ik snap wat het is. Oké, ik mag terug. Ik ben doodgevallen. Ik ben gevallen, dus ga ik terug. Ik ga het eerlijk doen. Oh, wat is irritant dit, zeg! Wauw! Dit is heel vet gemaakt. Dit is super irritant. Dus ik weer in de lava. Ja, weer in de lava. Dus ik moet weer terug. Oh, dit is leuk gemaakt. Oh nee! Ik heb het niet gehaald. Ik was er afgebotst. Kut, jongen. Het is leuk. Oké, ik ga terug. Ik ga het nog één keer doen. Ik ga hem nu halen. Want ik ben... Ik heb hem. Auw! Kut. Ik ga gewoon terug naar deze. Want anders gaat het wel heel lang duren. Oké, hebbes. Hebbes. Druk op de knop. Oh my god. Oké, terug naar deze. Herkansing. Auw. Wauw, oké. Deze jump is best wel lastig. Hij hoorde hem, maar ik... Godver. Kom op, terug hierop. Ah! Nou, kom op nou. Hoezo kan ik deze niet halen? Dit is echt goed. Oké, oh zo dus. Oké, druk op de knop. Oh man, dit is een sprintstukje. Hoezo is het druk op de... Auw, fuck. Waarom is dat druk op de knop? Want dan kan ik rennen. Maar ik had ook gewoon... Het parcours te halen. Dat is niet zo makkelijk. Ga nu verder over het glas. Oké, dat zal ik doen. Dit is easy. Easy. Lemon squeezy. Nu komt er een klimwand. Begin. Oké. Klimwand. Om het hoekje. Kom op, parcours. Ja hoor. Easy peasy lemon squeezy. Op zich kan ik wel parcouren. Ik kan het op zich wel. Maar af en toe heb ik gewoon een paar leuke stomme dingetjes. Een paar stomme veeltjes. Oké, gaat goed. Hebbes, goed gedaan. Je bent klaar met de klimband. Dit was leuk. Hier naar rechts. Oh, hierop. Tak. Dit ook weer gedaan. Dankjewel. Leuk. En we gaan weer door. De trap op. Oh man, deze map duurt lang. Maar hij is gaaf. Gaaf al het zand. Oké, ik ga weer op game mode 0. Graaf door al het zand weg en zoek dat 4 hendels. Oh, wat leuk. Ik moet alles zand weghakken om daar levers te vinden. Dus we gaan gewoon alles weghakken. En dan zoek ik de levers. Oh, deze kamer vind ik leuk. Dat vind ik leuk voor zo'n kamertje. Gewoon. Aha, 1 lever. In de pocket. Nice. Dat was 1. Oké, we gaan door. We gaan gewoon lekker rusten van boven naar beneden. Oh, ik heb die sign weggehaald van zoek het zand. Maar dat is prima. Zoek de levers. Oké, toppie. Hoppakee. Meer weg. Gaan we alles hakken. Everyday I'm shoveling. Shovel. Tering, ik heb al een stack weggehakt, man. Ik weet niet hoe diep dit is. Oh, man. Wat is het veel. Oh, jongens. Oké, het is niet veel. Het valt wel mee. Ik denk dat een beetje in deze hoek zitten ze, denk ik. Die livers nog. In het hoekje. Denk ik wel. Dat staat wel logisch achter. Oh, what the fuck, duck? Aha, gevonden. En dat is 2. Waarom ga ik niet in de kist kunnen? Omdat dit erop zit. Dat is 2. Nice. Ik heb nog 2 te gaan. Ik heb er nou 4 nodig. 4 hendeltjes. Ja, daar gaan we. Oh, kijk. Dat is de uitgang, denk ik. Zit hier nog iets? Nee, dat kan niet. Dus ik heb er nog 4. Ik heb 4 nodig te hebben. Ik heb er maar 4. Zoek een 4 lever stond het toch? Nee. Nou, we gaan gewoon checken. Dat is 1. Dat is 2. Hoe dan? 4. Hoe dan 4? Ah! Wauw! Die was slim! Deze was slim! Nice. Goed verzonnen. Goed verzonnen. Hebben eens. 3, 4. Nice. Leuk gedaan. Leuk gedaan. We gaan naar de volgende. Drink het drankje op en klik op de knop hiernaast. Kijk wat er gebeurt. En druk nog een keer. Kijk 1 keer wat er gebeurt. Oké. Je gebruikt tegen het blok aanstaan. Wacht voor. Klik 1 keer. Kijk 1 keer wat er gebeurt. En dan druk je nog een keer. Ga als je gedrukt hebt tegen het blok aanstaan. En houd de knop vooruit. En rennen ingedrukt. Zit hier rechts. Oké, in de potion. Oké, ik snap hem. Go, 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 go. Nou, is cool. Hebben ze op tijd. Nice, dat was een leuke sprinter. Hoppa, bounce. Hoppa, goed zo. Druk op de knop en kijk naar links. Wacht 30 seconden. Hoppa, oké. Oh, wacht 30 seconden. Oh, de TNT. De TNT. Gaat die exploderen? Ja, ik denk het wel. Dan gaan we. 30 seconden wachten. Dus ik wacht 30 seconden. Oh, daar gaat hij. Ik zie hem. En daar gaan we. Wow. Oh, ben ik veilig? Ik ben veilig. Goed zo. Bedankt voor het spelen van de map. Ah, deze map stuurde mij 7 uur om te maken. En ik wist niet hoe Redstone werkt. Dus dat heb ik opgezocht. Ik keek een boel aflevering om ideeën te komen. Beste YouTuber. Awesome, please. Game mode 1. Game mode 1. En kijk bij de vlag. Daar staat mijn redstone shit. Nogmaals. Dankjewel voor het spelen. Ik vind het super tof. We gaan kijken bij de vlag. Dat is mijn redstone shit. Holy damn, jongen. Juist, ik zie het. Dit is echt heel veel. Kijk even naar. Veel werk. Hij heeft het helemaal opgezocht. Sven, als je nog kijkt. Hartstikke bedankt voor je map. Alle kijkers die het kijken. Echt, dit is gewoon een geweldige map. Ik ben echt super blij mee. Dit is echt super awesome. Echt. Denk Sven, ik geef deze map, als ik een cijfer geef, sowieso. Het is de eerste map van allemaal, maar ik vond hem echt heel leuk. Aankleding is natuurlijk niet zo heel erg mooi, maar het is heel leuk om te spelen. Dus ik geef hem echt zeker weten een 8. Echt, dankjewel Sven, ik vind hem echt super tof. Awesome, op naar de volgende map nog maar. Oké, de volgende map is gekomen van Lucas Z. Oftewel Lucas Z, gaan we daarop houden. De tekst is dit, is de e-mail. Spel met 1.8, spel met eentje, zorg dat je weer hebt. Doei. Oké, nou, kort en krachtig. Geen hele lieve e-mail, maar... Misschien is het leuk, we gaan lekker spelen. Het gaat niet om liefde, het gaat om lekker spelen. Oké. Bij dit. Oké, liever, daar gaan we. Nou, welkom. Deze map is veel redstone. Hij heet de Redstone Puzzle Map. Speel in peaceful mode, game mode S. Inhoud, 3 iron doors, 4 not systeem, kop geen brug. Chest de doolhof. 2 levers om eindig iron doors te openen. Je bent de redstone en de lever. Maak 1 redstone tussen de blokken. Plaats 1 redstone tussen de blokken. Open de chest. Zoek de uitgang. Oké, leuk. En staat hier nog niet items niet gebruiken. Oké. Ik snap hem. Ik heb in ieder geval 2 levers. Ik ga gewoon lekker beginnen. En... hoe kom ik hierheen? Oh, 2 levers waren genoeg om deuren oneindig te gebruiken. Dus, mooi. Mooi. Want ik moet in game mode 1 blijven. Dus game mode S. Dus volgens mij is het... Of is het game mode survival? Ik weet het niet. Nou, ga lekker in de creative. Oké, wat is dit? Doe hier de levers in. Oké, en dan pak ik de lid eruit, de lever. Oké, de deur moet geopend worden met redstone. Dus even kijken, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dat haalt hij. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Juist. Dit haalt hij gewoon, zo. Oh, kut. Wel game mode 0 is het, hè? Dat is het volgens mij. Ik ga gewoon lekker game mode 0. Ik weet niet of het moet. Ik doe het gewoon, want ik denk dat het leuker is. Maar het hadden precies 12, dus mooi. Deze heb ik opgelost. Dan kom ik hier. Oké, het is niet heel mooi aangekleed, maar we gaan kijken. Wat is dit? Wat is dit? In de kist. 1 redstone plukje. Dit moet denk ik eruit weer. Deze items niet gebruiken of zo. Oké, wat is hier precies de bedoeling van, denk ik? Wat is hier, wat moet ik hier doen? Ik ga even lezen, want ik stond in het boekje. Ik heb net even kijken gehad. De Iron Doors heb ik gehad. Het Not systeem heb ik net gehad. Cop Generator brug, denk ik. Plaats 1 redstone tussen de blokken. Oké, ik moet 1 redstone plaatsen. Waardoor hij wel werkt, zeg maar. Waardoor hier een brug komt of zo. Oké, eens even zoeken. Plaats een redstone tussen de blokken. Oké, dat klopt dus niet. Dat is dus niet de goede. Oké, dus ik moet zoeken. Oh, moet ik hem wel terugkrijgen nu? Ja, ik denk het wel. Fuck it. Ik pak gewoon die 12 hieruit. Ik heb er eigenlijk maar eentje mag ik plaatsen, hè? Oké, mooi. Wat is dit nou weer? Ik krijg nu weer de crafting table. Ik wil deze. Oké, nou, ik moet 1 ding plaatsen, waardoor die dus klopt. En ik ben echt niet goed met redstone. Nee, dat is niet goed. Dat is niet goed. Oké, fuck. Hoe ga ik het oplossen? Hier. Nee, tuurlijk niet. Dude, ben ik een ei of ben ik een ei? Dat hoor niet, dat is niet de bedoeling. Even, wow, jee, jee. Ik zag 1 stukje moest ik plaatsen. Dan klopt die. Als ik nou... Hé, hier tussen is dus niet. En wat moet er gebeuren dan? Want dan generate hij iets of zo. Ik zou het niet weten. Eerlijk gezegd. Ik ga gewoon wat gokken. Ik weet het niet, jongens. Ik weet het echt niet. Is het niet... Ik snap het niet. Moet er niet gewoon deze weg? En dan... Heb ik het nou gefukt? Heb ik het nou allemaal verneukt? Ja, is het niet gewoon dit deel te doen? Zoiets. Maak het niet op die manier? Ja toch? Ja, ja! Zo, want dan komt er een extra blokje. Ja! Ik heb hem! Oh, wat is dit gaaf gemaakt, zeg, deze dingen. Ik wist het. Kijk, nu komt er een brug. Omdat hier de hele tijd, als ik dit weghaal, dan zakt hij in. Komt er hier een stukje steen tussen. En dan duwt hij weer weg. Oh, wat slim bedacht dit, jongens. Echt awesome, Lucas. Leuk systeem. Dit is echt een hele leuke systeem, dit. Echt geweldig. Awesome. Een stukje steen weer. Oh, dit is zo gaaf. Oké, hoppa. Ook goed, maar niet uit welke het is. Het is één van die dingen, hè, die dat eruit moet. Oh, wat gaaf dit. En dan gaat hij weer. Oké, ik ga even checken wat er aan de andere kant is. Want, parcours. Parcours! Hebbes. Awesome! Die is... Oh! Ik druk op de knopje. De kist en hij ging open. Oh, wat gaaf. Leuk, man. Oké, wat is dit? Dit is... Ik ben aangekomen bij nummer 3. Komt door chest. Heb ik al gehad. Doolhof. Oké, doolhof. Ga weg, vleermuisjes. Oké, ik hoor heel iets met redstone. Dat hoor ik hier. Oké. Oh, ik heb het gehaald, bitch! Oh, dat was de bedoeling ook. Even wachten. Oh, ik wachtte niet eventjes! Oké, hoe? Ah, ik schrok. Dit is het einde. Ik hoop dat je het leuk en leerzaam vond. Map is gemaakt door Lucas is Cool. Lucas is Cool. Het was een kleine map, dat is zeker waar. Maar... Hij was wel heel erg leuk om te spelen. Eerlijk is eerlijk, het was leuk. Volgens mij de eerste heb ik fout gedaan met die levers. Dus ik ga het even opnieuw doen. Want ik moet wel een game mode survival volgens mij. En ik heb 2 levers zou krijgen. Dus ik ga het eens even opnieuw doen. Want volgens mij zit hier ook een logica in. Dus wacht, ik ga eerst even deze pakken nog. Even. Dan ga ik even alle deurtjes weer af. Want dan moet ik even alles pakken. Want met deze 2... kun je alle deuren oneindig openen, hoorde ik. Dus... Op een of andere manier moet het toch gaan lukken. Nou, als allereerst deze. Hoe ga ik deze kunnen... Oh, ik heb 2 levers kreeg ik, hè? Dus ik ga het nog één keer opnieuw doen. Gewoon puur voor de show. Kijken of ik het wel kan, want deze heb ik dus vals gespeeld. 0. Oké. De bedoeling is dus heel simpel. Alleen is het heel... 2 levers zijn genoeg om oneindig iron deurs te openen. Zo zit er een soort van trollerino in, weet je wel? Dat ik gewoon ergens dat de redstone zit. Die klopt. Dit klopt. Er moet misschien ergens redstone zitten. Oké. De eerste deur heb ik sowieso nodig. Ik ben er gewoon aan het checken, want ik weet het nooit. Want er moet iets zijn waardoor je alle deuren oneindig blijft openen. Oké, er moet ergens redstone zitten. Het kan niet anders. Want hier, zou dan hier kan het niet door. Want ik heb sowieso... Deze is lastig, de eerste meteen. Denk ik hoor. Want sowieso moet deze ergens geopend worden. Ik zou het niet weten. Waar zit hier de redstone? Er moet hier iets met redstone zitten. Sowieso moet deze geopend worden. Het kan niet anders. Deze moet sowieso gewoon geopend worden. En dan moet ik deze ook checken. Maar dat kan niet. Dus dit is niet anders. Misschien mag ik deze liever slopen gewoon. Oh, kut. Ik snap hem, denk ik. Ik moet gewoon proberen om, zeg maar, steeds alle deuren... Oh, ik snap wat ik bedoel, denk ik. Ik denk dat dit de bedoeling is. Gewoon de hele tijd... waarom moet dan deze nu niet meer open? Zo, ja. Pak die weer op. Neem ik deze weer mee. Zo, ja. Top. Oké, dan heb ik allebei mijn levers weer. Zo. Zo. Ah, ik heb hem al. Hups, oké. Deze weer sloop. Nee! Oké. Hoe ging het ook alweer? Ik deed het net nog goed. Oh, ik weet het weer. Zo moest dat. Overhalen. Afhalen. Openen. Doen. Volgende deur. Toppie. Dan gaat hij weer. Die open. Die eraf. Die hier zo neerzetten. Die eraf. En dan pak ik hem weer op. En dan gaan we naar de volgende. En dan ben ik er bijna. Ik weet het meer. Dit was hem. Dit was denk ik de hele bedoeling van deze hele... Dit hele ding. Hup, openen. Wegwezen. Tak, tak. Oké, dan heb ik deze ook op een legitieme manier behaald. En game mode 1. Mooi. Top, dan ga ik even naar het einde weer vliegen. Want ik wou toch even laten zien dat ik het wel gewoon op de eerlijke, nette manier kon. Dat is random. Alright, dat op de manier kon. Super, dit is het einde. Hopelijk heb je er leuk van gemaakt. Lucas is cool. Ik denk dat je skin een beetje bukt, Lucas. Maar, mensen, het was een hele leuke map, Lucas. Zeker weten. Qua uiterlijk, ja, is hij wat minder natuurlijk. Want hij is niet zo heel mooi. Maar hij was wel leuk om te spelen. Dus deze heeft ik ook gewoon netjes. Qua leukheid ook. Zeker wel een 7,5. Dus ik vond hem echt super awesome, Lucas. Echt. Super tof, dankjewel voor het opsturen, jongens. In ieder geval, mensen, dit was weer een nieuwe map van een kijker. Hopelijk vonden jullie het hartstikke awesome weer om deze serie weer opgepakt te hebben. Dat jullie allemaal een map kunnen insturen en dat jullie het allemaal weer leuk vonden om te zien. Als jij hem al wil insturen, heb ik een video beneden in de beschrijving gedaan hoe dat moet. Het is heel erg makkelijk. Stuur lekker een e-mail met je map naar rotjochmap@hotmail.com. Jongens, dit waren twee hele leuke mappen. Lucas en Sven, hartstikke bedankt. Ik vond ze hartstikke awesome. Dank jullie wel. Ik zie jullie graag in de volgende video. Vergeet lekker geen blauwe duimpje omhoog achter te laten. Ik zie jullie graag in de volgende. Laat hem alsjeblieft zien en natuurlijk... Peace.